We staan hier op de westkust van Terschelling. Achter mij zie je de prachtige... Wat? We staan op Ameland. Oh ja, we staan op Ameland. Vandaag gaan we het hebben over een kaart. Op deze kaart zie je tussen alle Waddeneilanden dijken. Om het water buiten te houden en misschien wel het hele achterland in te polderen. Als we het hadden gedaan, dan hadden we dus nu vanaf dit stuk, vanaf Ameland, zo door kunnen lopen naar Terschelling. Ik zag deze kaart 4 jaar geleden. Was het 5? In het Zuiderzeemuseum en ik ging meteen aan. Want als ik dit zie, dan denk ik aan hoe de wereld er ook heel anders had uit kunnen zien. Hoe de geschiedenis heel anders had kunnen lopen. Dit plan vertelt een verhaal van ambitieuze en unieke ideeën om een land te beschermen tegen de zee. Een verhaal dat eindigt in de grootste Nederlandse infrastructurele projecten ooit. Het is een verhaal over hoe we als mensen pas actie ondernemen als het te laat is. En hoe dat invloed heeft op hoe we met onze wereld omgaan. En het had niet veel gescheeld of Nederland had aan de hand van dit soort plannen er heel anders uitgezien. En daar gaan we het vandaag over hebben. Het lijkt een onbegonnen werk om te trachten de krachtige watervloeden tegen te houden. Maar de mannen op Schouwen-Duiveland werken als duivels om de gaten weer te dichten. De voltooiing van de afsluiting zal, naar ik wens en verwacht, voor een verre toekomst een zegenrijke onderneming breken. Hi, ik ben trouwens Vlochem en ik maak films over de geschiedenis van Amsterdam en soms over andere dingen. Als je dat interessant vindt, vergeet dan vooral niet te abonneren. Ik kan het trouwens ook op de Insta's vinden. Nou, snel terug naar het filmpje. Nederland is natuurlijk een waterland. Het is zo waar dat het cliché is om te zeggen. We trekken de wereldhandel vlot. Nederlandse bergers zijn aangekomen in Egypte. Ze gaan daar helpen om het Suezkanaal weer vrij te maken. Onze koning is waterambassadeur. Het is ook een belangrijk onderdeel van hoe we ons op het Songfestival laten zien. Watermanagement dus. Hoogtepunt hiervan is natuurlijk de afsluitdijk. Kilometers lang maakt het wat ooit de Zuiderzee was tot het IJsselmeer. De aanloop naar het afsluiten van deze Zuiderzee, dat is nogal lang. Het water levert natuurlijk heel veel op. Je kunt er handelen, je kunt vissen. Maar het zorgt ook voor overstromingen. Een ontzaglijke vloed stortte zich uit over de Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland en West-Brabant. En die overstromingen, die hebben Nederland en de Nederlanders gevormd. We kennen natuurlijk allemaal de watersnoodramp die andere dijk hebben geïnspireerd, de deltawerken. In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. In 1953 overstroomt heel Zeeland en vallen er honderden doden. De regering neemt actie en maakt Nederlands grootste industriële project na de Tweede Wereldoorlog. Maar als we kijken naar de geschiedenis, dan zijn er nog veel grotere vloeden geweest die ons hebben geïnspireerd om dat water te managen. Neem de Allerheilige Vloed van 1170. Nederland ziet er dan nog heel anders uit dan je gewend bent. De Waddeneilanden bestaan eigenlijk nog niet. Wat gebeurt er? Bij Texel gaat de vloed door de duinen heen en bereikt op die manier het Almere. Dat is een soort van binnenmeer dat ligt op de plek waar nu het IJsselmeer ligt. En vanaf dat punt komt de Waddenzee steeds meer een connectie met het Almere, wat uiteindelijk de Zuiderzee wordt. Of neem die Allerheilige Vloed van 1570. De opstand tegen de Spanjaarden is net 2 jaar aan de gang en de hertog van Alva rapporteert aan Philips II dat 4/5 van Holland onder water staat. Heel veel mensen verliezen hun huis, voedselvoorraden gaan weg en het is niet ondenkbaar dat er heel veel mensen zich hierdoor aan hebben gesloten bij de opstand tegen de Spanjaarden. Er komen 10 tot 20.000 mensen om. Het is de allergrootste watersnoodramp van Nederland ooit. Je zou zeggen, genoeg reden om iets tegen dat water te doen. En precies daarom worden er veel plannen gemaakt om het water buiten te houden. We beginnen bij Hendrik Stevin in de 17e eeuw. Hij bedenkt een plan waarbij er dijken gelegd worden tussen alle Waddeneilanden. Om zo die Zuiderzee buiten te houden. En hij had ook wel een beetje aan de stok met die Zuiderzee, want die beschreef hij als volgt. Zijn plannen zijn ook het geweld en vergif der Noordzee uit het Verenigd Nederland te verdrijven. Stevin leeft in een tijd dat het droogmaken van meren met hulp van molens als een speer gaat. En als je naar de Zuiderzee als een groot meer kijkt, waarom zou je dat dan niet gewoon droogleggen? Als het plan van Hendrik Stevin was uitgevoerd, dan zouden we vanaf hier, van het strand van Ameland, door kunnen lopen naar Terschelling, Vlieland, Ameland en uiteindelijk ook natuurlijk Texel. Ik weet niet of dat een goede TV-tas, Vlieland, Texel, whatever. En dan zou de hele Waddenzee zou ook niet bestaan, want die zou allemaal voor landbouwgrond worden ingepolderd. Hendriksen snapt ook dat zijn plan misschien niet de grootste kans van slagen heeft. Hij vindt het eigenlijk net zo ongeloofwaardig als een ander plan dat hij heeft.
een kanaal van Amsterdam tot de Noordzee bouwen. Maar dat wordt 200 jaar later toch wel gedaan. Na het plan van Hendrik is het een tijdje stil. Het is zelfs 200 jaar stil. Tot de 19e eeuw, want in de 19e eeuw gaat het los. De industriële revolutie komt in Nederland. Er worden wegen, sporen, bruggen gebouwd. Dus kunnen die oude ideeën over het afsluiten van de Zuiderzee ook wel afgestoft worden. En daarom zie je in deze periode een enorme aanbod van verschillende plannen, die soms wat meer en minder goed doordacht waren. Op deze kaart zien we hoe Nederland er midden 19e eeuw uitzag. Je ziet de eilanden Urk, Schokland en Wieringen. Nog geen dijken, nog geen polders. Dat zou veranderen, maar hoe? Een plan uit 1848 legt een dijk bij Enkhuizen en Stavoren. Bijna alles ten zuiden van deze dijk wordt ingepolderd. Dit plan was niet echt goed uitgedokterd, want ze hadden even geen rekening gehouden met het water van de IJsselmond. Een jaar later werd een veel ambitieuzer plan bedacht. De gehele Zuiderzee wordt ingepolderd, met een strook tot Terschelling aan toe. Texel en Vlieland worden een eiland en Ameland wordt vastgeklonken aan Friesland. Dit bleek technisch en financieel iets te ambitieus. Het eerste plan dat serieus werd overwogen was het plan Leemans uit 1875. Dit zou vruchtbare kleigronden winnen, Urk en Schokland als eiland behouden en de IJsselmonding buiten de dijk laten. Dit plan werd zelfs ingediend als een wetsvoorstel, maar voordat het behandeld kon worden viel de regering. Allemaal grootse plannen dus, maar uitvoeren? Ho maar. Op Ameland ging ze dat niet snel genoeg en kwamen ze zelf in actie. Er is een dam geweest die Ameland verbond met het vasteland. We zijn hier op de plek waar je, als je terug wil naar Holwerd, je met de veerpont terug kan gaan. Maar er is dus een dam geweest in de jaren 80 van de 19e eeuw, 9 jaar lang. En je kunt nu nog steeds resten van die dam zien liggen. Er was alleen een probleem. De dam was niet hoog genoeg aangelegd en werd dan ook al snel weggeslagen door de zee. Dit betekende het einde van de dam naar Ameland. Dan nog de vraag, zouden ze in een nationaal plan ook ingepolderd worden? Na al die verschillende plannen is er één groep die het serieus wil aanpakken. Zij richten de Zuiderzeevereniging op en ze hebben 4 doelen. Het eerste doel is om te kijken of ze de Wadden en de Zuiderzee kunnen droogleggen. De tweede vraag is of ze dat met een afsluitdijk moeten doen. Ten derde willen ze kijken waar moet die dijk dan komen. Tot als laatste vraag, welke voor- en nadelen zijn er eigenlijk betrokken bij zo'n organisatie? En zij huren een jonge ingenieur in, Lely, die voor hen het plan moet gaan uitdokteren. En het plan is eindelijk iets wat we kunnen herkennen. Met 4 polders en een afsluitdijk. Nou ja, herkennen. Die 4de polder, daar komen we later nog even op terug. Er is dus een vereniging, er is een plan. Je zou zeggen, let's go. Yeah, let's go. Alleen, zo werkt het niet. Er is politiek gedoe en langzaam verslapt de aandacht. Het plan gaat in de lade en ja, wederom niks. Het gaat niet door. Tot 2 dingen gebeuren. Ten eerste de Eerste Wereldoorlog, waarbij eigen voedselvoorziening en dus meer land belangrijk worden. En ten tweede, 1916, een enorme vloed. Waternood dus. En weer is er een ramp nodig om in actie te komen. Opeens kan het wel. En in 1916 wordt de Zuiderzeewet getekend, waarmee we een afsluitdijk krijgen en een groot aantal polders in de Zuiderzee. Het voltooien van de afsluitdijk betekende het eind van bijna 100 jaar plannenmakerij, politiek gesteggel en eeuwen aan vechten tegen het water. De minister van Waterstaat snapte dat dit een bijzonder moment was. De sluiting van de laatste opening in een afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland is een feit van historische betekenis. Als we eens teruggaan naar de eerste kaart, dan had Nederland er dus heel anders uit kunnen zien. En ook later nog. Want het is nog maar heel kort geleden dat er überhaupt is besloten om een gedeelte bij Marken niet in te polderen. Het is maar goed dat niet ieder plan in de geschiedenis tot uitvoering wordt gebracht. Als we dit zo beschouwen, wordt het duidelijk dat we als mensen rampen nodig hebben om in actie te komen en problemen op te lossen. Voordat de afsluitdijk en deltawerken werden gebouwd, moesten er 1000 doden vallen. En dat is precies hoe we met andere rampen in het heden en de toekomst omgaan. Het moet goed fout gaan voordat we echt in actie komen. Dus hopelijk zijn we niet te laat. Want als we eenmaal in actie komen, dan kunnen we grootse dingen verrichten. Ik hoop dat jullie hebben kunnen delen in mijn verwondering over deze geschiedenis. En dat jullie iets geleerd hebben. En als het zo is, denk er dan over om te abonneren op dit kanaal en een like te geven. Dat helpt me heel erg in de ogen van de YouTube overlords.
Bedankt in ieder geval voor het kijken en graag tot de volgende keer.